Hey, hey, leuk dat je weer kijkt. In dit filmpje zie je 1 week met 7 verschillende outfits. Op maandag draag ik een neutrale make-up look. Ik draag een pastelkleurige ketting die ik van mijn vriend kreeg. Daarbij draag ik een extra lange longsleeve met een kanten rand eronder. Dit zorgt voor een speels effect. Ik draag eronder een leather look grijs-zwarte legging en suede overknee laarzen met een rits achter. En om het detail te accentueren draag ik een leer latex riempje. Over de longsleeve draag ik een blauw bolero met korte mouwtjes. Dinsdag begon ik de dag zonder make-up. Ik draag een aubergine kleurige top met leren details rondom de nek- en armsgaten. Daaronder draag ik een kanten rok met een panty. Ik draag hoge laarzen die als leuk detail op de zijkant gesnoerd zijn en een leuke strik hebben. De laarzen hebben een houten look-alike hak. Over de aubergine kleurige top draag ik een los zwierig vest. Woensdag draag ik een leuke casual outfit. Ik draag een doorzichtige beige blouse met daaronder een wit hemdje. Daarbij draag ik een high-waisted rode broek. Om de outfit wat te breken heb ik om de broek een leren riempje met print gedaan. Een leuk detail, ik kocht deze broek in de opruiming van de Kruidvat voor maar liefst €2,50. Als dat nog geen koopje is. Onder de outfit draag ik weer lekkere high heels. Deze hebben open vlaktes aan de voorkant. Ook draag ik bij de outfit een gouden ketting om het af te maken. Donderdag draag ik een klassieke look. Daar hoort natuurlijk haar en een knop bij. Ik draag een beige jurk met lange mouwen en bruine leren details op de schouders. Bij deze outfit draag ik 3 verschillende armbandjes om het wat speelser te maken. Onder de jurk draag ik een bruine legging. En ik draag weer dezelfde high heels als ik bij woensdag droeg. Omdat het toen nog wat koud was, droeg ik er sokken onder. Om de andere kant van mijn arm draag ik een bruin goud horloge met een bandje van slangenprint. Vrijdag droeg ik een echte outgoing look. Ik had een zilveren ketting met kruisje om en ik droeg een spijkerjasje met daaronder een wit t-shirt met strassteentjes. Daaronder droeg ik een koraalkleurige spijkerbroek en zwarte enkellaarsjes met gespen. Om mijn arm droeg ik weer mijn bruine horloge. En om de look af te maken droeg ik ook een koraalkleurige lipstick op mijn lippen. Zaterdag droeg ik een echte nette chique outfit. Ik draag een grijze kanten top met 3/4 mouwen. Daaronder draag ik een zwart hemdje. De kanten top zorgde voor net wat meer speelsheid in deze serieuze nette look. Ook draag ik mijn nieuwe high-waisted rok. Hier was ik al zo lang naar op zoek. Ik ben er helemaal verliefd op. Ik vind hem zo mooi. Onder de rok draag ik een panty en high heels met rood, blauw en zwarte bandjes. Dit zijn ook een van mijn favoriete high heels. Ook mijn make-up heb ik klassiek gehouden.
met een winged eyeliner, wat mascara en rode lipstick. Daarbij draag ik grote ronde oorbellen. En zondag draag ik het liefst een lekkere comfy outfit en geen of weinig make-up. Ik draag een los mosgroen kleurig vest met daaronder een zwart t-shirt. Ik draag een tregging met een soort zebraprint. De tregging is crème kleurig met zwart. En onder de tregging draag ik mijn enkellaarsjes met gespen, die je ook zag in de vrijdaglook. Dit waren mijn 7 outfits. Ik wil je weer hartelijk bedanken voor het kijken. Vergeet niet een duimpje omhoog te doen wanneer je dit filmpje leuk vond. En wil je nou meer filmpjes van mij zien? Abonneer je dan op mijn YouTube kanaal. Bedankt voor het kijken en tot snel. Doeg! Zo, en dit is de uiteindelijke look. Ik zal even voor jullie inzoomen. Zo ziet Nienke eruit.